Hallo kids, hier ben ik weer, Jok, met dit keer een bijzonder beroep van de maand. Ik sta hier dan ook voor een bijzondere winkel en dat is een ruilwinkel. Ik heb een gesprek met Johnny de Jong die hier werkt. En natuurlijk wil ik weten wat een ruilwinkel nou precies is. Gaan jullie mee naar binnen? Hallo Johnny. Ik ben Jok van Junior Kids TV. Ik mocht je toch een paar vragen stellen over je beroep hier, hè? Ja, natuurlijk, Jok. Je bent altijd welkom in onze winkel. En kom maar op met je vragen. Hoe lang werkt u al in deze ruilwinkel? Al 5 jaar. Vanaf het moment dat die open ging, werk ik hier. Dat is alweer een aardig tijdje dus. Dat is best wel lang, ja. En hoe is het gekomen dat u dit werk hier ging doen? Dat ik een vriendin tegenkwam en die vroeg of ik hier wilde komen werken. Of ik daar zin in had. Oh, tof. Wat is een ruilwinkel eigenlijk? Nou, dat woord zegt het al. Een ruilwinkel is een winkel waar je dingen kan ruilen. Maar niet echt, want dat is lastig. Jij komt met een pop en ik kom met een stoel en dat gaat niet. Dus nee. Je krijgt voor je spulletjes krijg je punten. Punten? Die zetten we op een pasje, net als in de winkel. En met dat pasje kun je dus weer andere dingetjes kopen. Dus er komt geen geld over de toonbank? Er komt geen geld over de toonbank. Alleen maar voor een kopje koffie. Oké. Wat voor dingen kan je hier kopen? Ik bedoel ruilen natuurlijk. Kijk om je heen, Jok. Speelgoed waar we nu staan. Ja, tof. Kleding, elektrische spullen, lampen, eigenlijk alles. CD's, DVD's, leuke kinderfilms. Echt alles. Spannend. Komen er hier veel kids langs om hun speelgoed om te ruilen? Nou, eigenlijk doen de papa's of de mama's dat. Want kinderen zelf. Maar die komen wel mee en dan kunnen ze hier lekker even spelen. En als ze dat met iets gespeeld hebben, mogen ze het ook mee naar huis nemen. Ze mogen tof. Iets uitzoeken. Dat is helemaal tof. Alleen voor groot speelgoed, dat weet je, een fiets of zo, daar vragen we wel wat punten voor. Okay. Maar voor de rest, ja. Mogen ze meenemen, knuffels? Ja, knuffels mogen ze altijd meenemen. Boeken mogen ze altijd meenemen, want we willen graag dat kinderen meer gaan lezen. Dus ja, dat is belangrijk. Dat is hè? Heel belangrijk. Heeft u wel eens iets geks of iets spannends meegemaakt? En wat was dat dan? Een paar jaar geleden hebben we 3 dagen en 3 nachten achter elkaar oliebollen gebakken. Oh, heerlijk. Om die te verkopen, om centjes te verdienen voor de ruilwinkel, want er komen hier geen centjes binnen. En zijn er toen veel oliebollen verkocht? Best wel. En de rest hebben we naar het Leger des Heils gebracht. Een goed doel dus? Absoluut een goed doel. Wat gebeurt er met het speelgoed wat niet geruild wordt? Gaat dat dan naar een goed doel? Eigenlijk hebben we weinig speelgoed over. Er is wel een vrouw en die vult schoenendozen. Dus die krijgt dan hier de kleine dingetjes. Kleine knuffeltjes, kleine knikkers, dat soort dingen, pennetjes. En die stuurt ze op naar Afrika. Dus dat gaat wel naar een goed doel toe. Een verre reis dus? Hele verre reis. En die kindjes zijn er blij mee. Nou, ik vind dit wel een hele bijzondere winkel hoor, Johnny. Ik ook. Bedankt voor het gesprek, hè? Jij ook. Jij ook. Bedankt. Voor het hartstikke leuk dat je een keertje langskwam om te kijken. En als je wat leuks ziet, wie weet. Oh, ik mag hier wel even rondkijken. Tuurlijk mag je rondkijken. Of zou ik dat nou maar niet doen, want anders word ik straks ook omgeruild. Dat risico loop je wel natuurlijk, hè? Ja. De kindjes denken dat je speelgoed bent. Ja, precies. Ja, laten we dat maar niet doen. Nee, laten we dat maar niet doen, hè? Nee. Nou, tof hoor. Ik kijk toch nog even rond. Doei. Voor mij mag je. Hé, hey, leuk dat je langs geweest bent. En tot ziens, Jok. Tot ziens, hè. Doei. Nee. Doei. Hallo. Ja, als je toch eigenlijk dat kinderen, hè. Niet mama's. Niet mama's. Jij bent toch niet kind? Leuke boel hier, hoor. Als ze volwassen het meenemen, moet ze een punt voor geven. Kinderen mogen het gratis meenemen. Jij mag speelgoed meenemen hier, hè. Gratis? Nee, mij niet, hoor. Ah, daar is die.